Donderdagochtend ging de sloop van het Metterzwanengebouw officieel van start. Wethouder Noël Vergunst woonde de start bij en sloeg als eerste een stuk uit de muur. De bouw van het nieuwe Metterzwanengebouw moet over ongeveer een jaar beginnen. Het zal gaan beschikken over 23 verdiepingen, verdeeld over 5 bouwhoogtes. Het doel van de gemeente Nijmegen is om de omgeving rond het station aantrekkelijker te maken.